Adi, welkom naar de wedstrijd Ajax van Driel 1, Groesbeekse Boys 1. Het eerste punt is winnen op het sportpark van Driel. Wat is jouw mening naar het zien van deze wedstrijd? Nou, dat in ieder geval een hatelijke 0 af zijn, dat is belangrijk. Maar ook dat we dus tegen de koploper, wat Groesbeekse Boys vandaag was, goed weerstand kunnen bieden. En ook ons eigen spel probeert hebben te spelen en ook goed hebben uitgevoerd bij Vlagen. En dus dat we ook verdiend een 1-1 uit het vuur hebben gesleept. Oké, duidelijk. Hoe vind je het spel van Driel? De laatste weken was het wat moeizaam. Vandaag een aantal andere jongens die een kans gekregen hebben in het eerste elftal. Hoe is dat bevallen? Nou, er zat in ieder geval wat meer lijn in, dat sowieso. En de opdracht die we meegegeven hadden we aardig tot goed uitgevoerd. Daardoor kregen we ook druk, zeker in de eerste helft. En ook kansen. En daar kun je alleen maar tevreden over zijn. Tweede helft ging Groesbeekse Boys wat fysiek spelen, kreeg ze een rode kaart. En toen kwam het 10 tegen 11 te spelen en dat was op zich wel jammer. Waardoor we noodzaak waren om in de wedstrijd zeg maar, anders te gaan staan en te spelen. En daardoor waren we eventjes van slag. En dat heeft denk ik ook invloed gehad op de einduitslag. Want we hebben weinig kunnen creëren nadat we met 11 tegen 10 kwamen. Terwijl we daarvoor veel beter stonden en veel makkelijker voor de goal kwamen. Oké. Hoe voelt het punt wat we uiteindelijk binnengehaald hebben, voelt dat aan? Duidelijke winstpunt of zeg je van ja toch eigenlijk de tweede helft de hele tijd met een mannetje meer gespeeld? Toch een beetje een kater van we hadden misschien hier de eerste 3 punten van het seizoen kunnen pakken. Dat sowieso, maar dan ga je van tevoren vanuit dat de eerste 3 punten pakken. Aan de andere kant, het is de koploper en de situatie waar we uitkomen. Vorige week tegen Jonge Kracht en afgelopen dinsdag hebben we oefenwedstrijd gespeeld tegen HAVO. Als je die twee wedstrijden gezien hebt, dan zou je ons geen stuiven geven. En dan let je vandaag op en dan zie je gewoon dat je goed spel hebt. Van achteruit mensen inschuiven en via het middenveld met Gino en Twan die goed bij de spitsen bijkwamen. En ja, dan krijg je kansen en mogelijkheden. En dan kan je alleen maar tevreden zijn met het punt. En er had meer in gezeten. Maar dat is beter dat je tegen de koploper zegt van nou ja goed, het is jammer dat we maar een punt hebben gehaald. Dan dat je aan de andere kant dat je nog bijvoorbeeld een verlies pakt. Ja. Hier. Duidelijk. Ik denk dat we hier afsluiten. Het eerste punt is binnen, het Driel staat weer op de kaart en volgende week gaan we Echtel thuis. Thuis tegen Echtel.